Mocht je GamersNet kijker, GamersNet vriend, GamersNet bezoeker zijn, allemaal leuk, maar dan denk je natuurlijk heel vaak, ja, het is natuurlijk nooit mogelijk om in de redactie van GamersNet te horen. Hoe doe ik dat? Nou, Mike is het levende voorbeeld. Gewoon jarenlang bezoeker. Ja. En nu de switch naar de dark side gemaakt. Eindelijk. Eindelijk, ja. En nu bezoek je die site nooit meer. Nee. Nieuws. Huh? Ja, dat doen we. En dat komt alleen omdat je met Dark Souls 3 bent bezig geweest heel veel. Ja. Kun je mij allereerst even uitleggen, want ja, de jongens die hier vaak zijn, die hebben allemaal niks met Dark Souls. Wat is, als je wat met Dark Souls hebt, waarom? Wat is het? In Dark Souls wordt je helemaal niks uitgelegd. Je wordt in een wereld gedropt. Je ziet wat zombies vaak. En zoek het zelf maar verder uit. Je krijgt een soort van introducerende cutscene, maar dat is ook echt alles dat je hoeft te verwachten. Ja. En is dat het leuke, het zelf kastijden, het gewoon het niet kunnen halen? Nou ja, wel kunnen, ja, je haalt het wel, maar... Je weet dat je het kunt halen, je weet wat je moet doen, je weet ongeveer waar je heen moet. Ja. Alleen het verkennen van de wereld en het bij elkaar zoeken van ieder klein puzzelstukje van het verhaal, dat is wat zo vet is aan Dark Souls. Omdat je echt zelf moet nadenken bij het verhaal in plaats van dat de game je echt bij het handje neemt en alles vertelt wat er gebeurt en waarom het gebeurt. En is het dan alleen maar combat of is het ook gewoon een beetje verkennen en puzzeltjes oplossen en... Nou, het verkennen is een heel erg groot deel van de game. En zeker in Dark Souls 3, maar daar komen we later wel op terug. Je hebt bijna geen enkele hoek of kamer waar niks te vinden is. Okay. Overal zie je wel van of een upgrade voor je wapen of een stukje van het verhaal of wat dan ook. Je vindt overal wel wat. Dus je wordt heel erg gestimuleerd om de wereld in te gaan. Ja, en jij vindt het tof om dat verhaal te ontdekken. Ja. Nu heb ik de retrospective geschreven met jouw hulp en heel veel Wikipedia van Dark Souls. En toen kwam ik erachter dat het verhaal is wel echt ver te zoeken. Ja, in Dark Souls 1 of 2 was het nog wel redelijk. Maar is er genoeg verhaal voor jou om geboeid te blijven? Ja, dat vind ik dus het knappe van Dark Souls, hoe ze dat voor elkaar krijgen. Ja. Is hoe vaak je ook doodgaat, want ja, de moeilijkheidsgraad is natuurlijk ongekend hoog. Ja. Maar hoe vaak je ook doodgaat, je wilt toch door blijven gaan om het verhaal verder te ontdekken. En als je dan zeg maar 5 keer op hetzelfde punt doodgaat, dan denk je op een gegeven moment van... Weet je wat, ik ga eens een andere hoek om. Ik ga eens linksaf in plaats van rechtsaf. Want wie weet vind ik daar wel weer epische spullen of loot of net wat dan ook. Dus dat is het vette aan Dark Souls. Hoe vaak je ook doodgaat, Je wilt doorgaan. Je kan het niet hebben dat je niet verder komt. Ja, en dat hoor je van heel veel mensen met de ziekte van Dark Souls. Ja. Dat zit jullie allemaal binnen. Hoe is het in Dark Souls 3? Want je zegt je wil constant door. Hoe is de spelwereld anders ten opzichte van Dark Souls 2? Is het heel erg een vervolg van, het is wel echt hetzelfde, of heeft het ook wel in de wereld wel andere dingen gedaan? Nou, ik zal niet te veel ingaan op het einde van Dark Souls 2, want ik raad iedereen aan om ook deel 1 en 2 te spelen. Het is niet nodig voor deel 3, maar ik raad het je van harte aan. Oké. In deel 3 krijg je dus de Lords of Cinder, die willen de apocalypse laten aanbreken en daar moet je natuurlijk wat aan doen. Nee, daar moet je wat aan doen. Dat kan je niet laten gebeuren. Nee, dat een beetje... Een stokje versteken. Ja. Ja. En dat is wat je aan de informatie krijgt en zoek het voor de rest maar uit. Want er is één goede route of één snelle route, alle routes zijn goed. Maar er is één snelle route naar dan de eerste baas. En als je die verslaat kom je bij Firelink Shrine terecht en dat is de centrale hub van Dark Souls 3. Oké, okay, vanuit daar ga je al je missies doen. Ja, er staan ook merchants voor nieuwe loot. En het leuke aan Dark Souls 3 is dat je ook andere companions tegen kan komen. Die dan ook weer in Firelink Shrine terechtkomen. En die allemaal hun eigen specialisatie hebben. En die dus ook weer als merchant kunnen dienen. Oké. Okay. En het mooiste is nog wel dat die het ook met elkaar oneens kunnen zijn. Oké. Okay. Dus die dan de toekomst van de wereld Lordran bespreken en die het dan totaal oneens zijn en vragen jou dan, kies een kant. Oké. Okay. Oh, je moet dus nu ook voor het eerst kant gaan kiezen. Ja, ja. En heeft het ook echt uitkomst op het verloop van het spel? Het is voornamelijk dat je dan moet kiezen van welke merchant wil je het liefst in Firelink Shrine houden. Ja, precies. Want als je zelf als warrior speelt en je hebt de ruzie tussen je warrior merchant en je wizard merchant, ja, tuurlijk kies dan voor die warrior, want wat kun je dan met die wizard merchant aan? Oké. Okay. En dat is echt nieuw ten opzichte van deel 2? Ja. Oké. Okay. Is het nog meer nieuw ten opzichte van deel 2? Of is het verder wel gewoon echt een vervolg? Ja, het is mooier, echt, natuurlijk. Het is een vervolg en het is natuurlijk, Dark Souls is heel erg niche. Ja. Dus dat is ook niet erg.
Nee. Het is niet heel vernieuwend. Voor vernieuwing moet je niet bij Dark Souls zijn, maar... Nee, het is een eigen niche. Het is een eigen niche is, en ja, don't change a winning team. Nee, dat is het zo. Nee, dat snap ik. Want ik weet wat voor cijfer je de game hebt gegeven. Het interesseert je echt niks dat het niet zoveel vernieuwend is. Nee, absoluut niet. Ziet er vet uit? Ja, absoluut. Ja. Oh. Ja? Je hebt het gespeeld op PlayStation 4? Ja. En nu ook op PC? Ja, binnenkort. Ja. Ja, nou dan wordt het dan wel, dan wordt het nog meer... Wordt het nog mooier. Wordt het nog mooier. Leuk, ja. Man. Hey, hoe zit het met de moeilijkheidsgraad? Hebben ze het moeilijker gemaakt, makkelijker gemaakt? Is het een betere instap voor de nieuwe gamer? Nee! Hij is toegankelijk, maar niet makkelijk. Oh, okay. Het is in Dark Souls 1, weet ik, krijg je in het begin instructies van hoe val je aan. Ja. En die krijg je in Dark Souls 3 ook, alleen... In Dark Souls 1 krijg je nog de kans om ze even uit te proberen op vijanden die toch niks kunnen terugdoen. Oh, dus in Dark Souls 3 doen ze dat wel. Oké. En is het ook zo dat je weer een stukje van je leven verliest als je doodgaat? Niet voor zover ik heb kunnen. Jij ging gewoon nooit dood. Nee, precies. Ja, nee, ik ben gewoon nooit dood, dus ze weet het helemaal niet. Ik ben vaak genoeg dood gegaan, alleen je hebt, als je een Ember gebruikt, dan krijg je dus toegang tot de online functies van Dark Souls. Maar ook krijg je health een gigantische boost. En als je dan doodgaat, dan verlies je die boost wel weer. Ja, alleen precies. Verder dan dat zal het niet omlaag gaan. Oké, hoe moeilijk is het ten opzichte van 2 en 1? Hetzelfde, iets moeilijker nog? Of? Meer van hetzelfde. Ik zou niet zeggen moeilijker of makkelijker. Oké, nou, maar dat is dan moeilijk zat. Ja. Toch? Ja, absoluut. Ja, is ook. Oké, nou dankjewel Michael. Of Mike, sorry. Dankjewel Mike, je hebt de game een 9.7 gegeven. Waarom? Wat is die 0,3? Leg het eens uit. Die 0,3 ligt, die zit hem in de sound effects. Echt? Ja. Die zijn stom. Niet zozeer stom, maar een beetje slecht uitgewerkt. Oké. Echt? Maar hoe dan? Als ik pieuw, dan gaat het te laat of is het gewoon niet mooi? Dat vuistje dat je net om mijn schouder gaf, dat klinkt, zou in Dark Souls klinken alsof je een zwaard in mijn schouder ramt. Oh echt? Echt, ja, met bloed dat alle kanten opspuit. Ik heb enorme vuist. Ik word wel eens vergeleken met John Cena, hè? Dat weet ja, je. Precies. Ja, ja, dat heb je dan. Oké, maar dat is dus de 0,3. En verder is de game dus perfect voor jou als je iets... voor Dark Souls is het perfect. Voor het genre. Ja, en dan nog één dingetje over dat geluid dan. Ja. Is dat als je de richting van het geluid hangt af van je camera. Ja. En bij vijanden is dat heel handig, want dan weet je welke kant je camera op moet draaien. Ja. Alleen, het kan dus ook zijn dat je, zo dicht als wij nou al bij elkaar zitten, kan het zijn dat je de NPC waarmee je praat niet hoort. Omdat die achter je staat? Ja, omdat die achter omdat de camera achter de NPC staat. Gewoon een hele goede richtmicrofoon. Daar lijkt het wel op, ja. Oké. Dus dat is een beetje, dat is dus die 0,3 die eraf is gegaan. Want verder doet de game alles goed. Nou ja, een Souls game. Je moet ervan houden. Ja, dat is altijd. Hè. Ik bedoel, het is met altijd. Ja. Oké, duidelijk verhaal. 9,7, Dark Souls 3, het beste Dark Souls ever. Koop hem en sterf. Niks meer aan toe. And so it is that Ash seeketh embers.